Glennis Grace, de getalenteerde 44-jarige artiest, deelt openhartig haar persoonlijke reis naar herstel. In een exclusief interview met RTL Boulevard verklaart ze: "Ik realiseer me dat ik nog een aantal stappen moet zetten, maar het begin is er." Een warm gevoel van waardering overspoelt Grace als ze zegt: "Ik voel dat het Nederlandse publiek me langzaamaan weer in hun armen sluit en dat is een geweldig gevoel." Hoewel Grace zich bewust is van de onvergeeflijke aard van haar eerdere daden, benadrukt ze: "Wat er is gebeurd, kan nooit rechtgepraat worden." Ze verwijst hiermee naar haar veroordeling wegens openlijke geweldpleging tegen medewerkers van de Jumbo-supermarkt. In november vorig jaar werd Grace opgelegd om 200 uur taakstraf te verrichten. Grace voelt dat ze uit een soort bubbel is getrokken en dat heeft uiteindelijk een positieve impact op haar gehad. Ze voegt eraan toe: "Het was zwaar, ontzettend zwaar, maar het heeft me ook een waardevolle les geleerd." Grace heeft de afgelopen periode intensief gewerkt aan haar persoonlijke groei en herstel. Met vastberadenheid en toewijding is ze vastbesloten om sterker terug te komen dan ooit tevoren. Hieronder volgen enkele belangrijke stappen die ze heeft genomen om dit te bereiken. Grace heeft de tijd genomen om diep in zichzelf te kijken en haar eigen fouten te erkennen. Ze beseft dat het essentieel is om verantwoordelijkheid te nemen voor haar daden en de gevolgen ervan. Deze zelfreflectie heeft haar geholpen om belangrijke inzichten te verwerven en te groeien als persoon. Tijdens haar reis naar herstel heeft Grace de steun en liefde ontvangen van haar dierbaren en fans. Ze waardeert de betrokkenheid en aanmoediging die ze heeft gekregen en put kracht uit de mensen om haar heen. Deze positieve energie helpt haar om vooruit te komen en haar passie voor muziek te herontdekken. Grace is vastbesloten om nieuwe kansen aan te grijpen en haar creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen. Ze werkt hard aan het verfijnen van haar zangtalent en het verkennen van nieuwe muziekstijlen. Door zichzelf uit te dagen en te vernieuwen, streeft ze ernaar om haar fans te blijven verrassen en inspireren. Nu Glennis Grace gestaag haar weg naar herstel en groei bewandelt, is ze klaar om een nieuwe fase van triomf te betreden. Ze kijkt vooruit naar de toekomst met hoop en vastberadenheid. Met haar buitengewone vocale vaardigheden en ongeëvenaarde passie voor muziek zal ze blijven schitteren op het podium en het publiek betoveren met haar optredens. Het is tijd om Grace te verwelkomen terwijl ze haar reis voortzet en haar muzikale carrière verder ontvouwt. Samen kunnen we getuigen zijn van haar onuitputtelijke kracht en bewonderenswaardige veerkracht. Glennis Grace is terug en klaar om te stralen.